waarom willen jullie nou stoppen? Gewoon, omdat we er geen zin meer in hebben. Ik had contact met mijn vader. Ja hoor. Hoe verklaar je anders dat hij de naam van mijn moeder wist? Nou, dat is heel simpel. Jij bewoog gewoon dat glas. Oh, kom aan, waarom zou ik? Omdat je alle aandacht wil. Hey, dames. Nee, laat maar. Ik ga er niet eens op in. Dit is belangrijk voor me. Doe nou heel even mee. Sorry, ik ben er wel klaar mee. Ja, ik ook eigenlijk. En ik moet ook nog wat leerwerk doen en ik moet inpakken, dus... Nou, en ik ga mijn webdesigner bellen en ik spreek vanavond nog met hem af. Waarom? Omdat die laatst ontzettend belangrijk voor me is en er niets van terecht komt als ik er niet bovenop zit. Kom. Laat. Nou, oké. Okay. Ja? Ja, nou, ik wil ook wel iets meer weten over die vader. Oké. Was eigenlijk een knappe vent. Ach, maar moeten we nou alleen maar vragen gaan stellen over jou en je familie? Nee, dat is wat hij weet. Dat weet jij helemaal niet. Ja, misschien word je na je dood wel alwetend. Denk je? Ja, dat zie je toch ook altijd in van die films? Dat geesten van alles weten, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet kunnen weten. Hm. Nou, Itsy Fritsy, show us what you can. Oh, wacht. Gaat Nina's webdesigner vanavond overleven? Lucas, dit is zo kinderachtig. Even serieus van nou. Oké, ik beloof het. Het gaat je beter als je het met je andere hand doet, hè? Oh, ga maar door, wij gaan onze spullen inpakken. Oké. Zal ik een vraag stellen? Iets over Sjoerd en Ricky. Nee, Charlie en Rick, dat is sappig. Oké, Charlie en Rick. Gaan die ooit nog bij elkaar komen? Echt? Toch niet?